Dames en heren, ik sta hier achter Boel. Dat heeft een bedoeling. De BRT werkt tegenwoordig samen met de VARA. Het is eigenlijk andersom. Maar dat komt omdat ze samen doet dit of doet dit niet doen. En Boel die komt uit het land waar de Vlamingen wonen. En zij is mijn Vlaamse assistente. En dan duw ik er een klein beetje naar voren, want zij gaat nu de tekst ter aanmoediging van het kijken van het programma uitspreken. Ga je gaan, Boel. Doet hij het of doet hij het niet? Iedere donderdag, TV1 om 8 uur. Allemaal kijken. 1, 2, 3. Doet hij het of doet hij het niet? Yeah. Van 12 tot 20 januari is de Mechelse Neckerhal de grootste jachthaven van België. Boat Belgium, het salon van de watersporten, beleeft dan zijn editie 1991. Voor één keer komt de zee naar Mechelen en wij duiken erin op vrijdag 18 januari, 22:30, TV2. Studio Brussel. Volgend weekend krijgt u zondag een nieuwe bestemming. Casablanca. Met blindeman Jan Leijers, het verzameld werk van Mark Didde, het verre verleden van de machines en een Beatle-kenner uit Antwerpen. Casablanca. Ontvangt u van 2:30 tot 3:00 elke zondag. Studio Brussel. Grote vijf nummers, die op oudejaarsavond wel wat anders te doen hadden dan tv kijken, tja. Die hebben Jacques Vermeire gemist. Maar we zenden dat komende showprogramma vanavond opnieuw uit. Oei, Jacques. Soms ook voor Jacques. En in mooi gezelschap. Nog 1 minuut voor de opname. Kom, Jacques. Het is aan ons. Kom. Kom, jongen. Oh, Jacques, eindelijk zijn we alleen. Ja, maar nu niet, ben ik met mijn ma kijkt. Oh, maar die hoeft toch niet alles te zien? Doe, Jacques. Doe. Ja. Kom, ik moet je zien. Show with me.
It's a wonderful dream. It's a wonderful world. It's a wonderful show to be. It's a wonderful dream. It's a wonderful world. It's a wonderful show with me. Dames en heren van de jury, u hebt de openbare aanklager gehoord. Hij heeft aangetoond dat de beschuldigde met voorbedachte raden zijn schoonmoeder heeft willen vermoorden. De beschuldigde heeft voor haar een cake gebakken met 4 korrels arsenicum, 2 soeplepels onkruidverdelger, 5 ons rattenvergif, een scheutje dioxine en een snuifje zelfgekweekte salmonella bacterie. De beschuldigde heeft de cake opgediend aan zijn schoonmoeder op het moment dat ze langskwam voor haar dagelijks kopje koffie. U heeft ook de verdediging gehoord. De verdediging bracht aan dat zijn schoonmoeder nog steeds in leven is en dat ze geweigerd heeft van de cake te proeven. Dames en heren van de jury, uw vonnis graag. Wij, de jury, verklaren de beklaagde niet schuldig, edelachtbare. Zou het misschien mogelijk zijn om dat recept even te herhalen, alsjeblieft? Vanavond niet, schatjes. Ik heb koppijn. Oh. Nog net op tijd, schatje. Ik heb toch niet daar gereden, zeker? Huh? Harry, het is erna, jong. Harry? Allee, Harry, jong. Alsjeblieft, zich houdt dat toch eens op met de hele tijd stond de zonne. Willy, heb ik al een beetje kleur? Oh, nee, dat kind. Mevrouw Dierks. Ja, ik ben zeer blij dat je gekomen bent. Kom binnen. Dus, mevrouw, u hebt mij laten roepen omdat uw buurman zich regelmatig schuldig zou hebben gemaakt aan het plegen van openbare zedenschennis. Ja, ja, kijk, en dat is dus een heel duidelijk geval. Kijk. Elke morgen, als ik door het raam kijk, dan staat die kerel zich te wassen voor de spiegel, helemaal naakt. Ja, maar mevrouw, ik zie alleen maar een haag. Hoe kunt u dan bij hem binnenkijken? Ja, ja, maar kijk, zeg, als je dat trapje neemt. Als je daar, hè, tussen die twee bomen kijkt, hè, dan ziet je hem heel goed staan. Dames en heren, je houdt het niet voor mogelijk, maar op deze laatste dag van het jaar is er ook nog aan sport gedaan. Meer bepaald aan veldrijden, de veldrit in Overboelaren. En wij vonden het niet meer dan normaal dan dat we de winnaar van die veldrit vanavond in de studio in deze show uitnodigden. Mag ik u applaus voor de winnaar van de veldrit in Overboelaren van vandaag, Germain Lippens.
Germain, welgekomen. Ja. Bedankt. Ja, en ik heb speciaal de bloemen die ik gisteren gewonnen heb, heb ik meegebracht en zijn voor u, meneer Verschuren. Germain? Ja. Voor mij? Ja. Ja. Waarom? Eerst en vooral omdat ik u sympathiek vind. Ook omdat ik hier vanavond in het Afrikaans theater mag optreden. En ook omdat ik thuis niemand heb om ze al af te geven. Maar Germain, jong. Wat is er? Ja, ik ben alleen. Maar Germain, daarvoor hebben we jou niet naar hier gevraagd eigenlijk. Heb je getwijfeld aan die overwinning, Germain? Ja, in de 14e toer. Ja. O ja? Ik zeg, hier ben ik precies nog geweest. Zo'n beetje wat men noemt een déjà vu effect. Nee, geen defect, gewoon met een kluts kwijt. En dan, ja? En ik heb de weg gevraagd achter de radars. En ze hebben gewoon gezegd op de bocht te blijven volgen. En dan ben ik aangekomen. Waren daar nu veel vertrekkers nog vandaag, Germain? We waren mij met 41 en we zijn met 38 aangekomen. Ja. Drie opgevers? Ja, omdat 41 min 38 3 is. Ja, maar wat is er met die mensen gebeurd, Germain? Er is ene tegen een boom gereden en twee zijn ze nu nog uit het slijk aan het trekken. Germain, was dat nu een lastige wedstrijd? Nee, mijn probleem is, meneer Verschuren, dat ik gewoon te goed rijd. Als wij starten, ik ben meestal weg. Alleen, ja. En dat is geweldig triest. Je kunt u dat niet inbeelden, bijvoorbeeld als jij wilt eten. Je eet jij altijd alleen. Bijvoorbeeld als jij een keer blijft steken in slijk en gevalt. Gevalt jij altijd alleen. Ik krijg nooit zo'n keer een coureur op mij waar ik een klapje kan tegen doen. Bijvoorbeeld als jij aankomt, de meeste coureurs doen zijn spurtje. Maar ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik kom overal aan alleen. Ja. Germain, ben je nu vandaag naar de dopingcontrole geweest? Dat was geweldig tristig, ja. Iets genomen? Nee, want ik ben alleen. Maar wat is dan daar tristig aan, Germain? Kijk, meneer Verschuren, hoe zal ik het zeggen als je daar zo staat aan de koers en dan moet jij je urinetest doen. Dan moet jij daar zo pipi doen. En wel, zo. Dan moet jij een potteken pakken en zo dat straaltje zo tegen de rand van dat potteken, hè. Dat is om zot op te worden, meneer Verschuren. Germain, maar nu is er toch één ding dat ik niet begrijp. De meeste wielrenners die overwinningen boeken, die hebben enorm veel fans. Die hebben dus mooiste vrouwen. En jij? Pak jij Rosé de Vlaming, Erik van der Aarde, Eddie Plankaert. Er zijn zelfs coureurs die meer op hun vrouw zitten als op hun... Ja. Maar ik bedoel, hoe komt het dan dat jij geen vrouw hebt, Germain? Dat is mijn probleem, dat ligt... Het ligt aan mijn schoonmoeder. Ja. Oh ja? Ja. Allee, Germain, leg eens uit. Ja, zij is 30 jaar geleden bij de gynaecoloog geweest. En de gynaecoloog heeft haar gezegd dat ze nooit geen kinderen kan krijgen. En jij hebt dus een schoonmoeder, maar geen vrouw? En geen dochter. Ja. Germain, wat een triestig verhaal eigenlijk. Het valt mij een beetje, ja, het valt mij zo, ja. Ja, maar ik heb geluk, ik heb daar juist Cas Goossens gezien. Hij is ook in de zaal. En we worden straks betaald. Maar ik alleen, ja. Dank u wel, Germain. Geen probleem, juffrouwke. Ik krijg die wel, hè. Ik heb moeten stoppen als Superman 7, hè. Ik ben niet van hier. We weten soms een kraam kan ik. Mijn vrouw kan elk moment bevallen. Kraam? Je hebt er twee, hè? Voor Sint-Jozef, ja, hè? Ja. Dan moet het dus hierin rijden. Ja. En dan moet het onmiddellijk naar rechts. Ja, naar rechts. En ja. Aan de tweede... Nee, dat zijn de derde lichten. Ja, aan de derde lichten moeten onmiddellijk naar links. Ja, naar links. En dan ongeveer, ik geloof... Ja. 500 meter, want je moet nog eerst over een brug.
heb je een splitsing. Ah, een splitsing, maar ja. Daar moet op letten, want je moet in die splitsing moeten volledig dus rechts houden. Ah, rechts, moet rechts houden, ja. En je blijft dus, en dan op een gegeven moment gaat er een benzinestation. Ah, ja. Frans, doe je, ik kan het niet meer houden, Frans. Nee, Frans, kom. Ademen, je moet ademen, ik ga het niet ophouden. Ik moet kwijt zijn. Ik moet kwijt zijn. En maar aan de benzinestation moet je dan wel onmiddellijk naar rechts. En dan heb je op de hoek, geloof ik, een beenhouwer. En daar moet je in een klein straatje. Ja, maar je kunt niet misrijden, want dat is dus een richting verkeer. Dus we mogen er niet uitkomen. En daar moet je in, en dan gaat het zien op uw werk. Want dat is dus een groot gebouw. Alsjeblieft nog eens herhalen. Nee, waar is die andere kliniek? Sint Maria. Ja, ja. Oh, Sint Maria. Ja, dat is hierachter. Hè.